Vind je het spannend om vandaag mee te doen? Ja. Wat denk je? Gaan jullie winnen? Ja, ik denk het. Heb jij al een keer de bal door de korf gegooid? Nee, dat niet. Nee. En is het bij jullie in het team al wel een keer gelukt? Ja, heel vaak. Nou, dan moet je het vandaag ook maar eens proberen, toch? Mm-hmm. Dat is wel zo. Ja, net als andere schoolsporttoernooien doen wij de werving van de teams. Dus wij hebben het contact met de basisscholen. En wij geven uiteindelijk alle aanmeldingen door aan de verenigingen. Zoals we nu bij CKV Achilles staan. CKV Achilles is dit jaar verantwoordelijk voor de finale. Voor ons worden altijd gespeeld bij twee verenigingen, CKV Achilles en AKC. En elk jaar wisselt de gastheer van de finales. En dit jaar dus hier bij CKV Achilles. Mooi. En van welke school ben jij? Daar. De Wonkelaar. En wat heb ik gehoord? Jullie zitten in de finale? Ja. Dus je hebt de andere wedstrijden allemaal gewonnen? Ja. Ja? Wat? Maar één keer tegelijk. Oeh, dat was zeker heel spannend, hè? Mm-hmm. Heb jij ook al een doelpunt gemaakt, dus een bal door de korf gegooid? Nee. Is nog niet gelukt. Ga je dat straks in de finale doen? Ja, ik ga het wel proberen. Dat is heel... En vanavond zijn hier de finales. Hoeveel wedstrijden staan er nog op het programma? Ja, we zijn net om 5 uur zijn we begonnen met de eerste finale wedstrijden. Dat gebeurt voor de categorie groep 3-4. En de allerlaatste wedstrijd vandaag is om 7:45. Dat is voor de finale voor groep 7-8. Dus eigenlijk de hele avond door wedstrijden. En straks zelfs op 8 velden tegelijk. Dus heel veel. Tot nu toe is alles goed verlopen? Ja, zeker. Ja, we doen het natuurlijk al een aantal jaar. Dus de verenigingen zijn wat dat betreft heel goed voorbereid. Dus bij CKV Achilles en bij AKC loopt het eigenlijk altijd op rolletjes. Dus na de werving van de teams, als we het uiteindelijk doorsturen, wordt onze rol steeds beperkter. En de verenigingen zijn er inmiddels zo goed in dat onze rol vanavond eigenlijk echt vooral genieten en toekijken is. Ja, ik denk dat dit wel het voorbeeld is waarin we heel snel resultaat zien. CKV Achilles is een club die buiten het schoolkorfbal om ook heel vaak clinics organiseert bij de scholen zelf. Dus die laten het korfbal ook vaker terugkomen op de scholen zelf. En, we merken jaarlijks wel dat zo'n CKV Achilles hier echt wel zo'n 10 tot 12 in ieder geval potentiële nieuwe leden uithaalt. En die komen met een proefles. En als je dat op een leuke manier aanbiedt, dan kan het goed zijn dat ze blijven hangen. Dus dat is heel mooi voor zo'n vereniging.